Mike. Ja, zeker. Daar gaat hij. Het ABC van Mike Baudet. Met vandaag de P van Potje met Vet. Yes! Iedereen kent Potje met Vet. We zijn allemaal wel eens met de bus naar Benidorm geweest. En dan vlak voordat je We zijn er bijna gaat zingen, zing je Potje met Vet. Maar wat is dat voor een potje met vet en waar komt het vandaan? Ik ben naar de Koninklijke Bibliotheek gegaan in Den Haag. En ik heb alle literatuur los laten trekken over het onderwerp. En ik ben tot de conclusie gekomen dat het een heel bijzonder lied is. Wij zingen namelijk alleen het refrein. Potje met vet. Maar er zijn ook nog coupletten bij Potje met Vet. Nou, onder andere in dit werkje. Dat is de officiële Rotterdamse geschiedenis van het Potje met Vet. Meertens Instituut, schitterende uitgave in linnen gebonden. Met illustraties, een prachtig boekje. En daar vond ik het volgende. De kappers in het schone, pittoreske Rotterdam, zo wil dus het merkwaardige geval. Die doen bij elke klant een beetje varkensvet in het haar. Dat haar is dan dus kosher nog halal. De toegewijde moslims en de joden in de stad, die slaan bezield de handen in elkaar. En doen voortaan dus opgetogen en heel eensgezind liters koeien uiervet in het haar. Ik heb een potje. Nou, zo hè. Ja. Nou, toen vond ik in dit schitterende mooie oude boekje uit 1904, Reuzel door de eeuwen heen, uitgegeven door de Stichting ter Bevordering van het Vetgebruik in de Lage Landen, ook weer een schitterend lied. Schitterend boek. En daar vond ik het volgende merkwaardige coupletje. Ik heb wel eens een kleine lesbienne een beet gepakt. Een handje vol met reuzel op haar stekeltjes gekwakt. Toen had ik weliswaar in feite ook een pot met vet. Maar het is een beetje raar als die op tafel wordt gezet. Retteketetteketet, ik heb een bol. Nou, toen vond ik het volgende. Dat is helemaal een waanzinnig duur boek. Ik mag het niet eens uit zo'n omhulseltje halen. Dat is namelijk het schitterende boek Smeermiddelen in hoofdlijnen van Habakuk Grootgeboerte. Dat is professor Grootgeboerte, die is reuzeloloog. Zeg maar gewoon spekvetdeskundige. En daar vond ik dus dat het een soldatenlied is geweest. Het was een lied van de soldaten. En het gaat als volgt. Soldaten zitten met z'n allen na den fellen strijd bijeen om hun verhalen te vertellen. En om terwijl zij luisteren naar ieder gruwelijk feit de gaten in hun kleren te herstellen. Ook plegen zij de laarzen die zij droegen in de slag te poetsen met een flinke kloddervet. Daartoe wordt op de tafel in het midden van de tent een flinke pot met schoenpoets neergezet. Ook plegen ze malkander te verwennen in de nacht, zoals soldaten dat al even doen. Daarbij hanteren zij dan vaak precies hetzelfde vet dat eigenlijk bedoeld was voor den schoen. Ik heb een potje met vet al op de tafel gezet. Ik heb een potje, 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 potje vet.